Hoofdstuk 9. Het volk en koningshuis van Persië. Persië is de rode draad die door de hele historie loopt. De koningen van Persië kwamen in aanraking met. En dan geeft Herodotus Egypte aan, Scythië, Noord-Afrika. En dat is voor hem een zeer welkome aanleiding om allerlei verhalen de meest bizarre, fantastische verhalen. Op de diepe die hij gehoord heeft. Dus Persië, dat is de verbinding in de negen historieën. Niet Griekenland, maar wat die Persische koningen hebben ervaren. Er zijn maar vier Persische koningen overigens geweest in de historie, En typisch Herodotus, met alle vier loopt het zeer slecht af. Dat hoort bij zijn filosofie. Een mens moet eerst groeien. Krijgt dan last van hubris, overmoed en eindigt diep teleurstellend. De dood is meestal een verschrikkelijke ervaring voor deze koningen geweest. Herodes geeft in dit geval een keer aan wie zijn bron is geweest. Dat doet hij normaal anoniem. Hij zegt dan: priesters hebben hem op de hoogte gesteld, tolken. Maar in dit geval noemt hij een naam en dat is niet de eerste, de beste. De man heet Sopirus. En Sopirus kwam uit de hoogste Persische adel. Zijn grootvader was de grote held van Babylon. De familie was op alle mogelijke manieren onderscheiden. Maar deze kleinzoon, die dus ook Sopirus heette, was overgelopen. Die had zich gevestigd in Athene. En daarom had hij aan Herodotus zo verschrikkelijk veel kunnen vertellen. Sopirus, typisch ook voor die tijd is dat Sopirus vloeiend Grieks kon spreken, terwijl een Griek, dat weet je, zich nooit verwaardigde om een vreemde taal aan te leren. Zelfs Herodotus met zijn open mind sprak niets anders dan moedertaal Grieks. Maar buitenlanders deden dat wel. Ik vertelde vorige keer, er was zelfs in Egypte een soort aparte tolkenopleiding waarin Egyptenaren vreemde talen leerden. Deze Sopirus sprak blijkbaar goed Grieks en Herodotus heeft daardoor een schat aan gegevens over Persië kunnen verzamelen. Die taal, ik vertelde het al eerder, ja, die klonk in de oren van de Grieken als een soort... Brabbeltaal, he. vooral het Persisch vonden ze heel emotioneel, een wirwar van klanken waar ze niets van begrepen. En als ze persen aan het woord laten, dat gebeurt in de comedische nu en dan, maar ook in de tragedie, dan is er geen touw aan vast te knopen, dan klinkt het ongeveer... Ik moet wel denken aan Toon Hermans, die zong Notabella Marcarinata. Dat leek ook Italiaans, maar er was ook geen woord Italiaans bij. Nou, zoals het ook bij de, als het Persisch geciteerd wordt, er staat uh, bijvoorbeeld I Artaman sapiona satra, betekent niets. Maar in de Comedie wordt dat dan gezegd door een pers... En het Atheense publiek, dat moet krom gelegen hebben van het lachen. Wij niet, maar in Athene wel. Rare taal spraken ze. Maar goed, door Sopirus kan Herodotus de gebruiken van de persen beschrijven. En dat doet hij met graagte. Hij heeft eerst een overzicht van die gebruiken, maar als hij verder komt met het schrijven, denkt hij. Dat kan er ook nog bij. En dat kan ook. Dus in verschillende boeken is dat verspreid. nadat hij eerst al grondig heeft bekeken. wat voor gebruiken er bij de persen waren. En het principe daarbij is. hoe verschillen zij van onze gebruiken? Wat is het onderscheid tussen. die persen, wat de persen als ideaal of als gewoonte hebben. en hoe gaat het bij ons in Griekenland?